is echt veel moeilijker om te vloggen en rijden tegelijkertijd. Welkom bij Rijden met Alex. Volgens mij ben ik de eerste Vlaamse motovlogger. Ik heb echt nog niemand anders tegengekomen. Nou, wel mensen tegengekomen die film natuurlijk. Waarom rijden die traag? Natuurlijk omdat ze hier in willen slaan. En rijden met oortjes is echt fucking raar. Ik rijd eigenlijk al een paar jaar, ik rijd nu al 3 jaar. Ik heb eerst 2 jaar lang met een CBF 125 gereden. En nu rijd ik met een CBR 600F van 2006. Ah, dat is lang geleden. Zo raar. Weet er iemand dat het dan normaal is? Dat er altijd zo'n reusachtige klak is dat ik een eerste ga. Het is hier een beetje volk. Beetje volk. Beter mijn laptop mee dan. Oeh, wat doen? Oh, bij de geval. Oh, ik weet nog, toen ik begonnen met motorrijden, dat ik er ook tegenkwam. En dat is fucking kut. En zeker als je voor een rood licht staat. En dan valt de motor uit ofzo. En ik hoop echt dat mijn microfoon niet te veel windgeruis heeft. En dat mijn motor ook te horen is. Wat ik ook nog ga doen is... mijn exhaust vervangen. Nu heb ik nog altijd de stock exhaust. Maar eigenlijk, het geluid is nog redelijk zo van nu, maar ik denk wel dat het altijd beter kan. Misschien een beetje luider en nog misschien wat donkerder geluid. Politie.